Nu woon je hier een paar weken. Wat zijn je eerste indrukken? Heerlijk. Het valt me zo mee. Vooral, ik had verwacht dat hier best wel veel lawaai zou zijn. Ook omdat ik hier naast de centrale deur zit. Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Ik hoor niks. En hier ook aan de drukke weg. Maar daar hoor ik eigenlijk ook helemaal niks van. En ik heb al wel wat buren gezien waar ik mee heb staan kletsen. Dus dat is gewoon super gezellig. Die klusbeurs was wel een hele goede zet, dus zo heb ik ook een beetje gezien wie hier allemaal wonen. En nu groet je elkaar ook gewoon als je buiten loopt. En, dus echt een goede start gemaakt hier. Ja. Als je nou vooruit kijkt, over een jaar of vijf, wat is dan jouw droom? Kopen. In hout het liefst. Daar heb ik ook wel naar zitten kijken, maar dat is gewoon onbetaalbaar in mijn eentje, dus ik moest wel huren. Maar dan wil ik wel een koophuis hebben. Nou, ik wil gewoon het liefst nog in houten. Ja. En lukt het in de huidige setting om alvast wat te gaan sparen voor een koophuis later? Nou, nu nog niet. Ik werk nu 4 dagen. En ik ben bezig met fulltime werken. En dan zou ik wel weer kunnen sparen. Maar dat is nu nog duur. Dat is ook best wel hoog. Dus ik moet wel flink mijn best doen om wat te sparen. Lekker in de stad. En naast het werken vind ik het leuk om te bootcampen met de groep. En dat doe ik 3 keer in de week. En af en toe loop ik hard en doe ik mee aan loopwedstrijden. Verder vind ik het heerlijk om lekker op stap te gaan met vrienden en vriendinnen. Dus zo. Hoe lang heb je op de wachtlijst gestaan voordat je deze woning kon krijgen? 7,5 jaar. Ja, gelijk vroeg mijn 18 ben ik ingeschreven. En heb je veel moeten reageren voordat je een keer aan de beurt bent gekomen? Of viel dat mee? Nou, ik had best wel veel gereageerd. Eigenlijk op alles wat hier in Houten was, heb ik op gereageerd. Maar dan zag ik weer dat ik 80ste was of 100ste. Dus ik maakte eigenlijk heel weinig kans. En toen zag ik deze appartementen voorbij komen. En toen stond ik in één keer 14 en toen dacht ik, oh nou, dat zo ben ik nog nooit geweest. En toen ben ik dat een beetje in de gaten gehouden en toen was ik in één keer derde en zo vanaf mijn derde ben ik in één keer eerste geworden. Dus, maar het ging eigenlijk in één keer heel plotseling, zo in één keer heel verrast was het. Ja, wel goed gehad, denk ik. Het is heel fijn dat ik naast het rond woon, lekker dichtbij, vlakbij de winkels. Als ik ga boodschappen doen, dan ga ik vaak lopend of pak ik even gauw de fiets. En als ik verder weg moet, dan ga ik naar het station. En dat is echt in 5 minuten lopen naar het station. Bij mijn ouders, want daarvoor woonde ik samen, 2 jaar. Maar voordat ik ging samenwonen was ik eigenlijk al heel hard op zoek naar een eigen woning. En ik zat vooral te kijken naar 23-jarige woningen, die waren in Woonhouten, maar daar maakte ik net geen kans op. Dus dat was wel heel jammer, dus toen ben ik ingetrokken bij mijn toenmalige vriend. En dat was dus uitgegaan, dus toen woonde ik weer terug bij mijn ouders. Toen ben ik wel heel hard op zoek gegaan om weer wat vinden, maar dat was dus wel heel lastig om weer iets moois te krijgen.